Gisteren zijn de appjes tussen Halsema en minister Grapperhaus naar buiten gekomen. Hoe heeft u ernaar gekeken? Het was echt een beetje een appruzie, hè, zouden we kunnen zeggen. Dat mag je wel zeggen. En dat geeft dus aan hoe enorm belangrijk het is om te beseffen dat we vandaag de dag met social media te maken hebben. Met onze iPhones, met de apps en wat is meer zij. En ik heb natuurlijk als oud-crisisprofessor heb ik natuurlijk volop gekeken naar wat er gemeld is. En wat mij vooral is opgevallen is dan die apps, maar ook de brief van Halsema, waarin staat dat op het moment dat dat ze met Grapperhaus contact opnam, dat was op het moment dat zij tegen hem moest zeggen van kijk, het gaat om bijna 1000 mensen. Daarop heeft Grapperhaus toen gereageerd. Later, een half uurtje later, bleek het al ineens om 5000 mensen te gaan. Nou, dat is nogal een verschil. Met 1000 praat je nog over behapbaar. 5000 is een totaal ander verhaal. En ik heb zelfs begrepen nu dat er ook wel verhalen zijn dat het nog meer dan 5000 zijn geweest. Kortom, dat is vooral heel interessant om te bekijken vanuit ook crowdmanagement. 1000 zijn te doen, maar 5000 is onbegaanbaar. Ja, en het gaat in die appjes eigenlijk niet over de veiligheid, maar wel veel over de beeldvorming. Er wordt bijvoorbeeld gezegd van hè, de Telegraaf gaat helemaal los. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is voor de Telegraaf natuurlijk heerlijk om zo in het nieuws te komen. Nog extra. Hè? En dat bleek vanmorgen ook weer dat ze er duchtig gebruik van maken. En ik kan me dat grote voorstellen. Grote voorpagina inderdaad. Nou en of. En met die apps helemaal uitgebeend. Hè? Het is ongelooflijk. En op dat punt geeft het ook wel aan. Dat wordt ook wel nu gezegd. Van, goh, het zijn toch ook wel gewoon mensen. Hoe ze met elkaar omgaan. Maar wezenlijk is, en dat speelt in deze situatie natuurlijk, primair is op dit moment voor ons allemaal de gezondheid, de volksgezondheid. En als dat niet centraal staat bij dit alles, dan is er iets mis. Ja, inderdaad. Want wat valt burgemeester Halsema in haar functie nu aan te rekenen, volgens u? Ik denk dat haar aan te rekenen is dat ze twee dingen. In de eerste plaats dat ze die gezondheidsrisico's schromelijk heeft onderschat. En in de tweede plaats, nu toch ook, ik zeg dat zoals het is, dat ze toch een beetje wegdraait van haar verantwoordelijkheid door te wijzen naar de politie, die in ondergeschiktheid aan haar werkt. En nu ook toch ook wel in de richting van Den Haag, in de richting van Grapperhaus. Hè? Dan is dat bekende punt dat groot op de voorpagina van de Telegraaf nu staat. Heeft ze al ruggespraak gehad met hem of niet?